Goeiedag, welkom bij het programma Vrouwenstemmen. Mijn naam is Marjolein Hoogvorst en ik neem het vandaag over van Catharina Ooyens. Naast mij zit Carla Galstown. Welkom. Hallo. Jij houdt je vooral bezig met feng shui. Kun je kort uitleggen wat dat inhoudt? Feng shui betekent letterlijk wind en water. Wij bestaan grotendeels uit water. Als mens en we ademen, dus dat is de wind. Dus wind en water is heel belangrijk voor ons mensen. Maar in feng shui is het eigenlijk de energiestroom. En wind en water zijn eigenlijk alle twee elementen die heel veel energie hebben. En wij gebruiken feng shui om ons huis, de energie in ons huis in harmonie te brengen. En, kun je uitleggen hoe dat precies gaat? Je kijkt in je huis hoe het voelt. Het gaat heel erg om dat je je lekker voelt in je huis, dat je beschermd voelt, dat je veilig voelt. Het gaat eigenlijk, ik heb een tante van 92 en die zegt, ach, al dat feng shui. Het gaat eigenlijk om liefde en orde en netheid. Ja. En in principe is dat natuurlijk zo. Want dat zijn dingen die het leven gewoon in het leven heel belangrijk zijn. Als je te chaotische omgeving hebt, dan heeft dat een invloed op je. En als je de harmonie erin kan brengen, dan is dat gewoon heel prettig. En je doet dat eigenlijk op intuïtie. Hè? Je gaat gewoon kijken van, voel ik me lekker in mijn huis? Ik vind dit stukje niet lekker en dan ga ik er iets aan doen. Ja, dus mensen doen het gewoon. Je hebt het over dit stukje, maar ik heb begrepen dat je je kamer of je huis zeg maar in 9 vlakken moet verdelen. En elk vlak ga je dan bekijken of je daar veilig in voelt of hoe moet ik dat precies zien? Nou nee, het gaat eigenlijk om het geheel. Het is de balans is over het geheel. Dus je kunt niet alleen één stukje bekijken. Want een harmonie is over het geheel. En als je dus één deel erg accentueert, dan is er al een balans uit. Je hebt een platte grond en daar kun je je bagua op leggen. De bagua is een grid met 9 vlakken. Ja. Dat kun je in een octagon doen. Dat is een octagon, is 8 zijkanten. En een middelstuk. Ja. En dat is dus het centrum. Daar gaat het, als het centrum goed is, dan heeft dat ook zijn uitwerking op de rest. En andersom dus ook. Als er ergens een onbalans is, is er in het centrum ook niet meer de totale balans. En wat wij proberen met feng shui is een balans creëren. En je gaat, een bagua is gewoon een grid die je op je huis of op je erf of zo kan leggen. En dan ga je kijken naar de energie in het geheel. En de energie die moet stromen, die moet vloeiend gaan, die moet lekker voelen. Ja, hoe kun je dat dan zien? Als ik het heb over energie of chi of ki, dan zeggen mensen, ja, waar heb je het over? En het is onzichtbaar of zo. Ik heb een voorbeeld bijvoorbeeld dat je het zou kunnen zien. Hè. Ik woon op een T-kruising, wat niet zo geweldig iets is met feng shui. Gelukkig woon ik op een T-kruising met een fietspad die recht op mijn deur afkomt. Dus dat valt weer mee. Maar daar zie je bijvoorbeeld al dat de energie stroomt. En op een T-kruising komt het recht op die T af, hè, op die kruising. Op jou dus in dit geval, op jouw voordeur. Huis. Ja. En dus dan ga je kijken van, je kunt het zien, want de wind die waait daar en dan heb je blaadjes die door de straat waaien en zo. En dan komt het dus van 3 kanten bij een T-kruising en voornamelijk dus van die hele lange kant van de T. En die blaadjes die eindigen dus in een cirkeltje, draaien ze rond voor mijn deur. En daar eindigen ze en dan doe ik mijn deur open en dan waait het zo naar binnen. Dus eigenlijk is dat wat de energie doet, ook in werkelijkheid. Maar wat zegt dat dan van jouw huis of van jou? Of wat zegt dat? Er waait energie naar binnen, maar en dan? Wat voor conclusie kun je daaraan trekken? Die energie van een T-kruising die op jouw huis afkomt, is gewoon heel erg sterk. De energie die neemt de snelste weg. Dus als er een rechte lijn op mijn huis afkomt, van heel ver af, dan is dat hele sterke energie.
En zegt dat er... Het is niet altijd prettige energie. Er lopen mensen en die hebben gedachtes en van alles, weet je wel. En ze kijken naar mijn huis. Ja. En dus dat wordt daarop geprojecteerd. En op zo'n manier kun je dat dus bekijken. En energie die kan, die gaat stromen, die cirkelt wat rond voordat die weer de kamer uitgaat. En, dat, en laat zijn energie achter, weet je wel, dat het zich kan opladen. Waardoor de mens ook zich weer kan opladen. Maar als het allemaal rechte lijnen zijn... Dan wordt het heel snel en dan wordt het onrustig. En ja, daar heb je energie weer voor nodig om daar tegen te kunnen. Om dat een beetje af te weren, om je weer prettiger te voelen. Ja, want kun je daar wat mee? Want jij weet dus dat er een onwijze drukte op je afkomt. Maar wat doe je daar dan mee? Ah, ja, nou, dat gelukkig zijn overal wel oplossingen voor te vinden. Mm-hmm. Er zijn maar enkele huizen waarvan je zou kunnen zeggen van, nou, wegwezen daar. Dat gaat wel. Maar gelukkig kun je daar meestal wel wat mee doen. Mm-hmm. Bij een T-kruising heb ik bijvoorbeeld, is mijn keuze om te doen, hoor. Je kunt van alles doen, maar mijn keuze is om een traditionele Bagua-spiegel te hangen boven mijn deur, boven de deurpost eigenlijk. Mm-hmm. En dat is een octagon, een achthoekige spiegel. Yeah. Nou, de spiegel is rond, middenin, hè, in het centrum. En verder heb je die achthoeken. En er zitten kleuren aan, rood, goud en groen en zo. En er zitten ook trigrammen op. En die komen uit de I Ching. Yeah. En die trigrammen die zijn van de latere... rangorde. En die geven dus eigenlijk aan dat van de vorige wereld. Deze wereld is van de materie waar wij in leven. En je hebt ook een wereld daarvoor en daarna. En die op de Bagua-spiegel staat die van de vorige wereld. Dus je krijgt extra soort energie van een andere wereld eigenlijk. Een soort steun. Een steun om jou te beschermen. Dus dat heb ik dan boven mijn deur gehangen. Maar niet iedereen zou dat willen, hoor. Dus als ik een consult doe bij mensen, dan kan ik niet zomaar met dingen aankomen zetten waar zij zich niet lekker bij voelen. Je moet je er oké bij voelen. Hmm. En ik kan me voorstellen dat iemand zegt dat hij een arts is of zo. En hij krijgt allerlei soorten mensen over de vloer. En dan hangt er opeens een Bagua-spiegel boven zijn deur. Dan wil hij misschien toch een andere oplossing. Ja. En dan zoek je naar een andere oplossing. Dus overal is wel wat voor te vinden, hoor. Hoe moet ik dat trouwens zien? Want je hebt het net over een consult. Maar bellen mensen je op? Van zou je eens in mijn huis willen komen kijken? Om te kijken of alles wel goed zit. En wat er voor veranderingen mogelijk zijn? Of? Ja, mensen bellen me op. Ik sta toevallig in de gele gids. Maar het is ook mond-op-mond reclame. Ja. Het is heel... Ik geef cursussen en lezingen. Dus op een gegeven moment... weten mensen je wel te vinden. Dus daar moet je het van hebben. Dat duurt natuurlijk een tijdje voordat dat zich echt verspreidt. Maar het begint wel te lopen. En Amsterdam zit natuurlijk heel vol met allerlei aanbiedingen op het gebied van feng shui. Ja. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Maar wat doe je dan precies? Ga je bij mensen naar binnen, je gaat het huis bekijken en je zegt van, nou, volgens mij zou je daar wat aan moeten doen, want dat werkt niet. In die hoek is het zo'n rommel, dat loopt vast niet goed. Ja, nou ja, god, als mensen me bellen, dan leg ik uit wat ik kom doen. En mm-hmm. dan zeg ik dat ik dus in de eerste plaats van hun verwacht dat ze een plattegrondje opsturen. En als ze dat niet hebben, dat ze er eentje tekenen. En als ze dat moeilijk vinden, dan een beetje in verhouding. Dus dat is gewoon prettig om alvast te kunnen bekijken waar ik naartoe ga. Ja. En ik vraag hun geboortedatum. En dan doe ik de Nine Star Key en dan kijk ik naar wat voor invloeden er zijn in de relaties in huis. Hè. Dat heeft toch te maken met de astrologische kant, zei je net? Ja, de astrologische kant van feng shui. En met de geboortedatum kan ik ook kijken welke richtingen goed voor ze zijn of mm-hmm. minder goed voor ze zijn. Of hun concentratie in een bepaalde richting beter is dan de ander. Wat lekkere plek is om te slapen bijvoorbeeld. Met je hoofd in een bepaalde richting. Ja. Dat zijn gewoon, die doe ik er dan gewoon bij. En verder gebruik ik de intuïtieve methode van feng shui. Want er zijn verschillende soorten natuurlijk. Maar ik gebruik de intuïtieve methode. En ik heb de rest als een bagage erbij. Als ik het nodig denk te hebben, dan gebruik ik het gewoon. En dat is dat vanuit de intuïtieve methode kijk je naar de mond van energie. Ja. Als je eet gaat het door je mond naar binnen, dus de energie komt daar binnen. En in een huis is dat de deur
de voordeur of de deur van de kamer of het hek van je landgoed of zo. Ja, en, de ingang. De ingang, elke ingang eigenlijk. En dan van daaruit leg je de bagua. En de bagua is dan, de ingang is altijd op de onderste lijn van de bagua. Ja. En van daaruit bekijk je dan al die velden, zeg maar. Ja. Wat voor soort velden zijn er precies? Nou, je hebt bijvoorbeeld, als je de onderste lijn hebt, dat zou je die door drie kunnen delen. En dan heb je in het midden heb je de carrière. Ja. En rechts daarvan heb je behulpzame vrienden. Dat is energie die van buiten naar jou toe komt om jou te ondersteunen. Carrière is niet alleen je carrière, maar dat is je pad en jezelf. En dan heb je aan de linkerkant daarvan heb je dan kennis en inzicht. Dat is niet alleen boekenkennis, maar ook echt inzicht en diepgang eigenlijk. Mm-hmm. En daarboven links heb je dan familie. Ja. Dat is de energie die je hebt meegekregen. Familie, voorouders, leraren, noem maar op. Daarboven links boven heb je de rijkdom. En rijkdom is niet alleen geld, maar dat is mogelijkheden en uitbundigheid of zo. Hè. En rechtboven, dat is roem en reputatie. Zoals je met jezelf omgaat, of hoe je jezelf ziet, hoe andere mensen je zien. En respect bijvoorbeeld. Krijg je die of krijg je die niet? Ga je naar de bakker en je wordt over het hoofd gezien, dan is het niet zo lekker met je roem bijvoorbeeld. Hoe zit dat stukje van je kamer er dan uit als je dat dus niet krijgt? Nou, stel dat het fout zit, is het dan rommelig of ligt er iets waarvan je denkt dat hoort er niet? Het kan rommelig zijn of het voelt niet lekker of je mist er iets. Het is een plek waar je niet graag zit of een kamer waar je gewoon heel graag voorbij loopt of zo. Het kan zijn dat er een stuk aan je huis mist. Dus dan zegt dat je bijvoorbeeld aan de rechterkant van roem is dan relaties. Ja. Zegt dat daar een stuk mist, omdat dat het plaatsje is. Of dat dat de zitkamer van de buurman is of zo. Ja. Nou, dan heb je dus en geen relaties energie. En het is toevallig dan ook nog vrouwelijke energie. Dat is dan wat lastiger als die weg is. En voor de vrouw wordt het wat moeilijker om in zo'n huis te wonen. Want die energie is er minder of helemaal niet. Wat versta je onder vrouwelijke energie? Want dat zit dan ook in die hoek of zo? Al die bagua segmenten die staan ergens voor. En het is ook het getal 2 bijvoorbeeld. Hè. Relaties is ook het getal 2. Maar het is ook moeder aarde. Relaties is niet alleen huwelijk, maar ook je relatie met jezelf. Als je in de keuken een potje kookt, dan stop je verschillende ingrediënten in je potje en maak je één gerecht. Alchemie bijvoorbeeld is relatie-energie. En moeder aarde is dus de vrouwelijke energie. Dan heb je rechts van de deur was het behulpzame vrienden. En dat is mannelijke energie. Dat is de vader in de hemel. Bijvoorbeeld uit de trigrammen van de I Ching kun je dat ook weer halen. Oh, ja. En daartussenin heb je dus nog kinderenergie. Kinderen is plezier en oogst. En zorg, denk ik. Of niet? Nou nee, het is plezier. Gemak, plezier, oogst. Je gaat eerst zaaien en dan oogst je. En het is het is heel veel plezier. Maar er zijn nog wel meer dingen. Maar zeg dat je daar wat mist, dan wordt het alweer moeilijker voor je kinderen om in zo'n huis te leven. Want dan is die energie wat minder of zo. Dus dan moet je daar weer zorg aan besteden dat dat in balans komt. Je probeert dus constant een balans te creëren. En als er dan één plek helemaal niet lekker voelt, dan is er een onbalans. Maar als er één plek bijvoorbeeld heel overdadig uitbundig is, dan is er ook weer een onbalans. Dus je mag wel wat accentueren om er extra energie voor te krijgen. Zeg dat je geld niet loopt, want daar doen heel veel mensen het voor. Ja. En dan ga je bijvoorbeeld wat aandacht besteden aan linksboven de rijkdom. En dat is houtenergie ook, of houtelementen. En dan planten en de kleur groen die staan ervoor. De energie wil omhoog, de plant wil naar het licht groeien. Je kunt een lamp naar boven laten schijnen in plaats van naar beneden. Dus dan accentueer je eigenlijk de mogelijkheden van dat deel van de bagua. En kun je het wat versterken, maar je moet het niet overdreven doen. Michael Jackson bijvoorbeeld woonde in een huis met een gigantische uitbouw in roem.
Ja. Nou, en dan is dat heel leuk. Hij werd heel beroemd en bekend en zo. Maar een overdaad geeft dus het tegenovergestelde. Dus gaat men kwaad spreken of zo. Of weet je, je krijgt het tegenovergestelde. Dus het is niet zo van, als ik rijk wil worden, dan ga ik daar linksboven die hoek echt een mega uitbouw maken. Nee, want dan word ik misschien wel heel erg arm. Meer dan een derde wordt al lastig. Oh. Meer dan een derde, dat kan natuurlijk jaloezie geven. Gewoon, heb jij zoveel? Ik heb niet zoveel, weet je wel. En dan krijg je weer spanning en daar gaat het niet om. Je wil de harmonie creëren. Dus een beetje meer, dat kan het leven op dat gebied wat makkelijker maken. Maar niet overdreven. Want dan ben je uit balans. Alles wat overdreven is, is uit balans natuurlijk. Ja. Nou, ik denk dat nu al duidelijk is wat het ongeveer inhoudt. Kun je misschien ook zeggen waarom jij daar zelf mee bezighoudt? Hoe ben je er ooit opgekomen om dit te gaan doen? Nou, ik vind huizen heel leuk. Ik vind het heerlijk om naar huizen te kijken. Dus als iemand een huis ging kopen of een huis ging huren of ging kijken ernaar, dan wilde ik altijd mee. En ik vind het leuk om er iets van te maken, van een ruimte. Meer het inrichten bedoel je dan? Ja, het inrichten, maar ook gewoon de mogelijkheden zien, weet je wel. Als je een leeg huis komt en iemand zegt van, nou, dit huis denk ik over om te gaan huren of te kopen. Ja. Dan vond ik het altijd al leuk om te bedenken van, wow, wat kunnen we hiervan maken? En zo. Dat is gewoon een hobby of zo. Of ik vind het leuk om te doen. En met Feng Shui heb ik dus die kans om dat meer te gaan doen. En ik ben erop gekomen via Tai Chi Chuan. Ik doe 18 jaar Tai Chi Chuan bij de Stichting School of Tai Chi Chuan in Amsterdam. Kun je misschien kort uitleggen voor de kijkers wat dat inhoudt? Nou, dat is een Chinese beweging die eigenlijk je gezondheid opvoert. Je zou het als een verdediging kunnen zien, maar waar ik het om deed was meer mijn balans, mijn gronding en mijn gezondheid. En daar leer je dus heel erg de energie verzamelen door de bewegingen die je maakt en de balans en het sterk worden in je benen. Kreeg ik meer energie en die verzamel je dan in je dantian, dat is het middelpunt onder je navel. En van daaruit kun je dan weer verder beter functioneren. En als je met partners werkt, is die energie heel leuk om te voelen waar jij bent en de ander is en waar de onbalans is. En je leert daar heel veel van. En via die Tai Chi ben ik bij Feng Shui terechtgekomen. Het gaat ook om energie en het gaat ook om de elementen en het gaat om balans. En om het maximale dus uit jezelf, uit je leven, uit alles halen. Om alle mogelijkheden te halen, ja. Het is inderdaad gewoon, je hebt mogelijkheden, je hebt goede mogelijkheden en wat minder goede mogelijkheden. En als je wat meer achtergrondinformatie hebt, dan kun je bijvoorbeeld het optimale eruit halen van de goede kanten die je tegenkomt. Mm-hmm. En de slechtere kanten die je tegenkomt, kun je wat minimaliseren eigenlijk. Dus als je weet hoe je ermee om moet gaan, kun je eigenlijk die balans creëren van het ene moet je versterken of het uiterste uithalen wat er is. En de ander moet je gewoon wat minderen. Als ik op een plek woon die niet zo prettig voor me is, dan moet ik toch een achtergrondinformatie hebben om te weten hoe ik dat in balans kan brengen. En daardoor kan mijn leven wat prettiger worden, wat draaglijker of wat succesvoller. Maar daar ben je dus eigenlijk je hele leven al mee bezig? Eigenlijk is iedereen daarmee bezig, toch? Iedereen wil een balans in zijn leven creëren, is op zoek naar zijn harmonie. Dat doe je in je fysieke lichaam ook. En dat doe je in je omgeving. Iedereen wil toch zijn mogelijkheden benutten. Ja, maar jij dan misschien wat bewuster dan de rest? Want ik hou me echt niet 24 uur per dag bezig met het feit of ik alles wel overal het optimale uithaal. Nee, dat doe ik ook niet 24 uur per dag. Maar ik vind het wel... Ik ben er misschien wat meer op gericht of zo. Ik ben niet helemaal verwoed bezig om... Helemaal gefocust. Nee. Maar ik vind het heel leuk om ermee bezig te zijn. En ik ben er natuurlijk meer mee bezig dan jij. Mm-hmm. Maar ik vind het prima. Ik vind het prima om daarmee bezig te zijn. En ik denk dat de meeste mensen daarmee bezig zijn. Jij misschien ook, maar gewoon minder gefocust of zo. Je weet... Je staat er niet bij stil dat je dat doet. Je gaat niet voor niets een bepaald beroep kiezen of een bepaald iets ondernemen. Je vindt het prettig en die balans wil je toch creëren in je leven. Dat je genoeg prettige dingen doet en leuke dingen doet.
Maar jij gaat er dan echt helemaal naar kijken. Je gaat allemaal manieren zoeken waarop je het eventueel kan verbeteren. En ik denk gewoon van nou, het zal wel een keer goed komen en laat ik er mijn best voor doen. Maar... Ja, nou, maar misschien gaat het ook helemaal vanzelf. Hè? Bij de meeste mensen gaat het ook vanzelf. En je gaat er pas over denken als er dingen niet zo lekker lopen. Dan heb je opeens van, jeetje, hey, er is iets in mijn leven wat niet loopt. En daar moet ik wat aan gaan doen, maar hoe? En dan ga je naar manieren zoeken. De ene heeft gewoon misschien zoveel meegekregen mm-hmm. en de ander veel minder. En daar, van daaruit moet je werken. Dus misschien heb je heel veel meegekregen. En ga jij van dat beginpunt uitwerken. En een ander die heeft nauwelijks wat en begint van daaruit te werken. Dus vandaar waar jij begint, begin je je balans te creëren, denk ik. En de ene werkt er harder aan dan de ander. Of moet er harder aan werken dan de ander of zo. Het zijn allemaal verschillende paden die we bewandelen. Juist. Ja. Je komt zelf uit Indonesië. Ja, heeft dat ermee te maken, denk je? Leeft het daar niet veel meer dan hier, in het nuchtere Holland waar iedereen denkt? Nou, ik kom daar zo lang geleden vandaan, maar ik herinner me wel dat ze daar ook mee bezig waren. Hoor, mm-hmm. Dat bijvoorbeeld een T-kruising niet het ideaalste plekje was om op te wonen. Maar ieder land heeft zo zijn eigen feng shui, denk ik. Ja. En... maar of het daar per se van afkomt, dat zou ik niet willen zeggen. Want bijvoorbeeld nou in het Westen is het zo erg in... Ja, het komt steeds meer, ja. Mensen houden zich er zoveel mee bezig. Misschien wel meer dan in Indonesië op het moment. Dus dat is heel verschillend. Kun je uitleggen hoe je daar zelf mee aan de gang bent gegaan? Want je hebt op een gegeven moment dus zelf een huis gekocht. En daar woon je niet alleen. Daar woon je met een man en met kinderen. En hoe heb je dat aangepakt? Nou, toen ik in mijn huis ging wonen, toen woonde ik nog alleen. En dan, je kiest voor een huis. In Amsterdam is het niet zozeer van je kiest voor een huis natuurlijk, want je hebt niet altijd zoveel mogelijkheden. Maar het moment dat jij een contract tekent voor een koop of een huurcontract of zo, dan neem je de verantwoordelijkheid van dat huis op je. Dus die mm-hmm. invloeden van dat huis, daar sta jij dan voor. En het moment dat jij dat doet, heb jij eigenlijk al... daar ligt al zoveel in van jouw moment. Hè? Jouw situatie tekent zichzelf al af eigenlijk in jouw besluit om dat huis te nemen. En dan ga je kijken van, waar heb ik nou echt voor gekozen? En dan zie je dus van, die dingen moet ik dus doorwerken. En het is altijd de moeite waard om je huis in harmonie te brengen. Want als je daar gewoon in vooruit komt, dat er meer harmonie is en je zou gaan verhuizen... Dan verval je in ieder geval niet weer in dezelfde energie, weet je wel. Dan denk je, nou, dit huis, het is niks hoor, ik laat me verhuizen of zo. Terwijl je niks aan de energie hebt gedaan en dan neem je een ander huis en je denkt dat die anders is, want die ziet er anders uit of zo. En dan kom je erachter dat het dezelfde energie is, dus je moet er toch weer aan gaan staan. Dus het is altijd de moeite waard om een balans te creëren, al ga je volgende week verhuizen. Ja. Dan nog, en dan ben je tenminste klaar voor de volgende stappen in je leven. Maar hoe doe je dat zelf concreet? Ik bedoel, heb je bijvoorbeeld onwijze rommelhoeken in je huis waar echt flink aan gewerkt moet worden? Of heb je bepaalde conclusies kunnen trekken? Zo van, nou, toen ik klein was, had ik altijd in de rechterhoek een onwijze berg met grote, weet ik veel, rommel. Of vieze kleding, of oude kleding, of weet ik veel wat. En daar kan ik toch nu wel uit concluderen dat daar en daarmee samenhangt. Ja, nou het gekke is dat als je als kind in een bepaald huis hebt gewoond, dat je de neiging hebt om elke keer in dezelfde soort vormhuis te gaan wonen. Oh. Niet dat het hoeft hoor, maar het is leuk om terug te kijken in je leven, welke soort huis heb ik gewoond. En verder in mijn leven was het zo dat er werd heel veel verbouwd in mijn huis al die jaren. En al die verbouwingsrommel, die lag altijd ergens in een hoek in de tuin. En dat bleek dan de relatiehoek te zijn. En dat was een puinhoop. En dat was ook wel een hele moeizame relatie natuurlijk. Maar alles werkt toch op elkaar in. Ik beïnvloed natuurlijk, mijn energie beïnvloedt dat ook. En het huis beïnvloedt mij weer terug. Dus zo gauw ik stappen onderneem om er iets aan te gaan doen, dan gaan de dingen echt in werking en dan gaan de veranderingen gebeuren. Alleen het besluit dat ik aan feng shui begin of een consult aanvraag, is al een verandering. Dan gaat er al iets gebeuren in je huis. Het huis wil ook niet altijd hoor.
Maar wat heeft het voor jou voor gevolgen gehad? Is jouw relatie nu op de klippen gelopen? Of loopt het nog steeds vrij stroef? Maar goed, een verandering wil niet altijd zeggen dat het dat het lekker voelt. Verandering heeft altijd te maken met moeizame dingen. Je moet wennen aan verandering. Mensen willen graag in hetzelfde patroon zitten, want dat is bekend. En een verandering die kan in de eerste instantie lijken van, oh jee, wat erg. En het volgende moment kom je erachter dat dat de oplossing was waar je altijd naar hebt gezocht. In mijn geval is mijn relatie op een gegeven moment opgehouden. Maar dat wil niet zeggen dat dat zo'n grote ramp is. Ik denk dat het eigenlijk aan de ene kant wel een heel nieuw begin is en ook wel nodig is geweest. En je hebt nu meer harmonie in je... Ik voel me wel meer in harmonie. Fijner. Maar bijvoorbeeld ook als iemand een consult heeft gehad en hij wordt daarna ontslagen of zo, dan heb je zoiets van, oh jee, wat nu, weet je wel, dat kan toch niet. Ik wilde juist beter in mijn carrière worden of zo. En nou ben ik ontslagen en dan komen ze na een paar maanden erachter dat ze de baan van hun leven krijgen. Dus... Uiteindelijk komt het allemaal goed. Uiteindelijk moet je er altijd op vertrouwen dat de dingen gebeuren omdat ze gebeuren. En dat dat al wel een reden heeft. En natuurlijk moet je wel alert blijven. Dat zeker. Ook in je huis, ook in je leven. Alle dingen om je heen, je relaties. Je moet alert blijven met alles. Accepteer je dingen nu ook makkelijker omdat je weet dat het waarschijnlijk toch allemaal wel zijn betekenis heeft? Ja, sowieso. Maar bijvoorbeeld in relaties vind ik het dus veel makkelijker accepteerbaar geworden. Sinds ik met Nine Star Key bezig ben. Mm-hmm. Want het gaat heel erg met de feng shui om elementen. En in de Nine Star Key kun je naar relaties kijken en de elementen die bij de personen horen. En nou, als ik bijvoorbeeld een hout element ben en mijn partner heeft metaal element, dan is dat heel moeizaam, want dat metalen bijltje hakt het hout zo makkelijk, boom hakt die om, of hij vormt het hout met de bijl. Dat is dan nog positiever, maar het omhakken is natuurlijk heel vervelend. Maar als je dat van elkaar weet en je wil er alle twee naar kijken en ermee werken, dan kun je daar gewoon mee omgaan. Dan kan het zelfs een hele spannende relatie worden, maar als het gewoon eenzijdig wordt, of weet je wel, dan wordt het moeizamer. Maar dan kun je wel terugvinden, dat als de ander zo hakkerig is, dan kun je bijvoorbeeld terugvinden, oh ja, daar heb je zijn metaal weer, weet je wel. In plaats van wat ik vroeger deed. Je accepteert het makkelijker dan. Vroeger dacht ik van, jeetje, verander eens een keer. Maar god, je blijft metaal natuurlijk. Maar je kunt wel accepteren dat de dingen gewoon hun reden hebben waarom iemand... Weet je, als je in jezelf gewoon meer in harmonie bent en je zorgt goed voor jezelf, al ben je dan metaal en de ander is hout, dan heb je niet de neiging om het hout om te hakken. Dan, weet je wel, zo werkt dat gewoon. Dus als jij je lekker voelt en jij goede zorg hebt voor jezelf en je omgeving, dan zijn de dingen niet zo heftig. Je hebt ook kinderen. Hoe werkt dat thuis in een gezin? Ja. Gaat jouw denkwijze, loopt dat door ook bij je kinderen? Nou, denken die ook zo? In het begin vonden ze dat heel leuk. En mijn oudste zoon die ging toen... Die wilde ook geld en zo. En dan had hij ook een vistankje neergezet in zijn rijkdomhoek in zijn kamer. En hangt ook kristalletjes op. Nou zijn ze in de puberteit en vinden ze dat maar een beetje onzin. Ik hoop dat weer bijdraait natuurlijk. Maar het werkt toch wel door. Maar in hun puberteitperiode hebben ze de neiging om lekker er tegen in te gaan of zo. Maar ik heb wel gezien dat ze het wel heel leuk hebben gevonden hoor, toen ze niet zo opstandig waren. Wil je graag dat ze zo naar de dingen kijken zoals jij dat doet, of maakt dat je niet uit? Nee, ik denk de dingen komen wel terecht hoor. Ze hoeven niet de dingen te zien zoals ik ze zie. Maar ik vind het wel leuk als ze er ook wel respect voor hebben dat ik ze doe. En dat doen ze wel hoor. Maar stel jij ziet later bijvoorbeeld van nou, dat deel van het huis, dat klopt niet. En volgens mij verklaart dat een hele hoop. Zou je dan ook echt naar ze toe stappen van joh, daar moet je wat aan veranderen? Of laat je het dan aan hen wat ze daarmee doen? Nou, ik gooi het balletje op en een van mijn zonen die is daar veel ontvankelijker voor. Die wil nou ook een vijver bouwen in de rijkdomhoek in mijn tuin. Dat vindt hij heel belangrijk. En dan gaan we in de herfstvakantie mee beginnen. Maar
Dat de ander die wil ook wel, maar is er wat schuchterder in en nog wat observerender en zo. Maar wil zijn kamer ook wel gaan veranderen. Maar ik laat het aan hun over. Ik ben er als ze wat informatie willen hebben. Ik kan het niet opdringen of zo. Nee, dat is absoluut niet je bedoeling. Nee. Ik zie dat we aan de tijd zitten, dus ik moet het af gaan ronden. Ja. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je hier bent geweest. En ik denk dat heel veel mensen er wel wat van opsteken. In ieder geval wat meer duidelijkheid hebben over het onderwerp. Mm-hmm. U hartelijk bedankt voor het kijken. Volgende week maandag is er weer een aflevering van Vrouwenstemmen. En dan als het goed is weer met Catharina Ooyens. Bedankt.